Hey, ik zie dat je geniet van de serie. Alleen je bent nog niet geabonneerd. Jammer. Dat kan nog. Ja, op rode knoppie. Ik waardeer het. Geniet van de serie. Maar toen hij zeg maar... Toen ik alle namen opnoemde... Hey, Hendrik Jan... Hij deed iets raars gewoon. Van ja, Hendrik Jan, dat is die ene. Zoiets zei hij. Hendrik Jan was zeg maar degene die speciaal was tussen alle namen die ik opnoemde. Bij alle namen zei hij van ja. En bij Hendrik Jan was het, bij Hendrik Jan was het gewoon van ja... hij zei er gewoon iets bij, zeg maar. Snap wat ik bedoel? Dus dan Steven, ik zeg... Ja, oké, dus je hebt Rocco, je hebt Hans... Je hebt Peter Piet is die ene. Dan ga je zeg maar extra nadruk geven op Peter Piet. Snap wat ik bedoel? Ja. Hem moeten we eraf halen. Oké, hoe is het dat je het snapt? Niemand. Geluk gehad. Hebben geluk. Ze rijden af. Man, wat een fucker. Wie is dit? Wie is die rustig? Hallo, waarom rij je aan? Oh, dat zijn onze mannen. Dat zijn onze mannen. Oh, niks aan de hand. We repareren die schaven. We repareren het wel voor je, jongen. Oké, luister dan, jongens. We moeten in de stad op zoek gaan naar paarse auto's. We rijden allemaal paars, toch? Kijk eens rond je blokkenpark. Ja, man. Maar ze hebben geen leider meer. Maakt niet uit, bro. Ze zijn allemaal verantwoordelijk. Ik weet niet dat de leider dood is. Ja, dat is waar. Nee, dat is die aan de koffer. Dus we moeten even rond PP zoeken. Waar zie je aan de koffer? Waar zie je aan de koffer? Achter ons. Hij reed net voorlangs. Laten we zo... Hey, even auto veranderen van kleur, man. Ja. Even auto switchen zelfs. Auto switchen. Want ze zijn op zoek naar ons, man. Oh, wat een dag. Ik ga hier gewoon die auto parkeren. Ik zet hem op slot. Je hebt daar gewoon garage, hè? Hij moet inbouwen. Mooie auto, maat. Thanks. Eerste die iets positiefs zegt erover. Tuurlijk. Dat is wel echt in de koffer. Ze vonden het een lelijke kleur en zo, bro. Gewoon een lauwe kleur, onopvallend en zo. Nou, onopvallend wil ik nog niet echt zeggen, maar... Mooi ja, roze is niet lelijk. Als je deze auto ziet rijden, denk je niet meteen van... Oké, die heeft een wapen en die is een gangmember. Toch? Nee, oké. Fair enough. Daar heb je gelijk. Nee, observatie. Ik ga nog een keer die guy proberen te bellen. We zijn op zoek gewoon naar paarse auto's. Paarse auto's. Paarse Bugatti waar? Blokkenpark. Blokkenpark? Kerom. Waar dan? Right, gepaard met blauw, ja. Kijk eens bij appartementen hier zo. Zie. Hé, hey, is dat nog een paars? Nee, dat is blauw. Ja, sorry, ik ben kleurenblind, man. Fuck, man. Soms zie ik het verschil niet. Dat kan ik begrijpen! Alweer. Omar, man, bro. Hé, hey, maar luister dan, Peter. Ja. Ik heb nog steeds die andere nummers hè, mijn contacten. Is die van zijn andere gang. Ik zal bellen? Ja, je hebt die andere mensen in je lijst, toch? Ja. Bel hen allemaal. Nee. Hey, laat mij rijden. Dan kan je die focus gooien erop. Maat? Nee, ik ga niet crashen. Wacht. Oké, ik begin met de eerste, Dutchie. Pak, is er niet. Stap in. Maya. Hi, goedemiddag Maya. U spreekt met NS. Ik had een kleine vraag. Ik heb net met Tony gesproken. En hij vertelde me over de groep die jullie hebben. Hele leuke groep. Alleen, ik vroeg me af of ik jou kon spreken ergens op een locatie. Het ging om Tony. Ik heb niet meer van hem gehoord. En ik ben eigenlijk best wel bezorgd. Want ik had een soortige meeting gepland met jullie. Ik weet niet of hij dat vertelt. Maar een soortige meeting. Alleen, niemand is bereikbaar. En Tony reageert ook niet meer. Dus ik ben benieuwd of ik jou ergens kon spreken. Zeg bij jullie locatie. Sorry, wat zei je? Ah, jammer. Okay, door naar de volgende. Ik heb geen zin in gezeik. Fucking Maya. Oké, okay, Gustavo Gus. Fuck, hij is er niet. Oh jee, ik krijg weer een aanval. Kobe-chan. Oh, Kobe-chan, je bent de lul, maat. Het gaat over. Kobe-chan! Oh, waar ben je dan, maat? Ik moet even met je praten over Tony. Hij zegt dat hij niet in vertrouwen is. Ja, man. Hij heeft een paar opmerkelijke dingen tegen mij gedaan en ik had verteld, ik wil niet zeggen per se problemen, maar... jullie hadden onderling wat akkefietjes. Klopt dat? Waar is ja, het? Klopt. Bij Zika zijn ze. Er is morgen vanmorgen bij Zika. Ja, ik ben gewoon een nieuw persoon. Ik had met Tony een soort van link gelegd bij de kerk. IJsland heeft naar mij een paar dingen gedaan bij mij die ik gewoon niet zo acceptabel vond. Hey, toch, als je wil meeten, bro, ik zou het weer zo op prijs stellen. Hey, top, 100. Waarom uit? Luister. Gustavo? Kobe-chan? Hij zegt tegen mij stuur locatie. Maar hij is bij het ziekenhuis, toch? Nee, hij zegt ik was bij het ziekenhuis, ik ben al weg. Doe hier, onder de brug. Onder de brug. Peter, snel man! We hebben niet alle fucking tijd van de wereld, of wel? Bro, maar ik hoorde dat... Hans hoorde ik net zeggen dat ook mensen bij het ziekenhuis waren. Ja, ziekenhuis. Nee, dat is niet... Hans ook, daar zijn ook mannen. Je kan hem zo lopen. Wat? Ja, laat maar kijken naar Eiland. Hier ook niks, hè? Nee. Oh, kom maar. Oh, weg. Rechts.
Wat? Hij belt me, ik word gebeld, wacht. Yo, Vakka. Ja? Kijk mag ook, man. Of ik kan je locatie sturen, zeg maar. Zeg gewoon bij zijn locatie, wij kennen de weg daar. Wat moet ik doen nu? Moet ik locatie sturen of niet? Ja, maar je weet niet hoe hij gaat oppoelen. Ik denk dat we beter hem kunnen verrassen dan hij ons verrast. Ja, oké, rijd dan naar een fucking locatie toe, jongen. Ja, oké. Ik heb er wel één, Nee, maar laten we naar zijn locatie gaan. We weten, dan kan hij ons... geen locatie. Hij zei, ik moet naar kerk komen of stuur mijn locatie. Dus doe hier rechtdoor en dan recht. We moeten gewoon een locatie hebben en dan van daar surprisen we hem. Want hij is nu aan het wachten. Oké, brengen we hem hier? Ja, toch? Ja. Zal ik op die balkon gaan hierboven? Ik ga locatie stellen. Ja, maar laten we op die... Oké. Okay. Jij gaat alleen met de miet, hè? Wij gewoon op balkon. Ja. NS, niet gelijk blazen, alsjeblieft. Hey boys, bukken allemaal, man. Liggen. Hey boys. Als die man al met meerdere auto's komt, gaan we gelijk blazen, goed? NS! Ja? Als die man met meerdere auto's komt, gaan we gelijk blazen, goed? Oké. Okay. Wacht. Hey, iemand stapt uit. We zijn met twee man. Waarom rijdt hij daar naartoe? Goed, man. Alles goed, boys? Ja. Ga uitstappen. Ik heb niks op me. Niks aan de hand. Nee, is goed. Boys, luister dan. Fucken met Tony. Mm-hmm. Hij wil mij raar in een set opgooien, neef. Hallo. Boys, wakker worden. Onderzoek laten beschoten worden. Wat is gebeurd dan? Dus ja, hij heeft het gezien, man. Een van onze broeders is doodgeschoten geweest. Meen je niet? Hoe dan? Ja, we zijn een setup gegooid. Hoezo is er met u en Tony gebeurd? Ja, ik had hem dus zeg maar ontmoet, toch? Oh, maar eindstand nu, ik ben met die man aan het praten. Eindstand, hij zegt tegen mij, ja, wij zijn ook nieuw, hè. Weer een beetje officieel te worden, dit, dat, hey, zo. Dus ik zeg tegen hem van, toch is misschien best als je gewoon met... Loop mee. Want hij had me verteld via die bosje? Iets met Sietvig, ja, hier, kom. Iets met Corleone ook. Dus hij had me dat verteld en ik zei van, bro, het is misschien beter als je gewoon met al die gaat praten, toch? Gewoon met de baas en zo. Ik zeg maar, ja, maar mijn gang is dit en dat en ze willen niet luisteren naar me. Ja man, handen omhoog. Oh, ho, ho. Handen omhoog. Uitstappen. Allemaal uitstappen. Allemaal en geen gekke bewegingen, man. Moet ik ze vastbinden? Bind ze vast. Gaat geen nut hebben. Oh man, wat is dit? Wat is dit? Allemaal? Oh, rustig, boys. Vastbinden. Ik dacht, geen wapens, was dit? Geen wapens? Een leugentje van u, man. Wie is dat? Zijn dat onze boys? Hey boys. Allemaal in deze paarse waggy stappen. Ik ga rijden. Eentje mag in die BMW. B. Yo. Stap bij mij in. Hi boys. Kom, jij mag in deze auto. Wow. Laat Hans in die andere BMW rijden. En laat die andere twee boys in die waggy stappen. Fucka boys. Gezellig, man, dit. Ja, man. Hoe moet ik het nieuws mededelen? Tony is er al af. En wij hebben heel zijn telefoon doorzocht. En zo zijn wij aan jullie nummers gekomen. En ja, het ziet er niet goed uit voor jullie, man. Jullie zijn van de Purple Gang, toch? Ja, man, Saints. De Saints, ja, man. De Saints. Jullie draaien in de stad, hè? Ja, man. Ja, toch? jullie draaien. Ja. Oeh, NS, gaan we hier naartoe? Oh, dat ziet er niet goed uit, boys. Dat ziet er niet goed uit. Stap eruit, jongens. Nee, die bakjes er vast om. Niet zoveel auto's, man. Ik kan nu niet over praten of zo. Niet over praten? Kom, laten we even praten met elkaar. Ik ben iemand, hè? Een meegaand persoon. Ik hou wel van praten, man, boys. Wij staan allemaal tegen die muur daar. Ik ken Tony niet zo lang, man. Ze kennen Tony niet zo lang. Maar weet je wat? Wij kennen Tony ook niet lang. En Tony hebben we ook niet lang gekend. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt, man. Oké, okay. Maar boys, ik wil even met jullie praten, man. Natuurlijk. Ik weet niet of je ons kent, C2G? Nee, man. Nooit gezien, man. Nooit gezien. En niemand van jullie heeft ook een van onze mannen geblazen, wil je zeggen? Nee, we kunnen niemand van jullie geblazen hebben, want we hebben geen kans. Man, Tony vertrouwt ons nog. Oh, maar over Tony hoef je geen zorgen meer te maken. Maar jullie zijn wel onderdeel ervan, snap je? Ja, klopt, man. We zijn een paar dagen... Hans. Oh, ik heb een beetje het gevoel dat ze liegen, man. Kan je ze even uitleggen dat ik niet van liegen hou? Hey, mijn broer houdt niet van liegen. En mensen die gaan liegen krijgen klappen. Boys. Geef ze. Wie wil er volgen? Luister. Ik wil weten, wie heeft een van onze mannen aangevallen? Wie is diegene? Kijk. Ik wil namen weten, namen. De man met de rode haren kan het wel uitleggen. Zo, die gun is van die hoor. Hoe heet jij, man met de rode haren? Ik heet Scuba Cheng. Oké, Scuba Cheng.
Nee, Kobe. Wauw, boort mij niet en het lijkt me niet alsof je mij kan verbeteren hier, Scooby-Tang! Ik word ziek! Oh, rustig, man. Oké, rustig. Ik word ziek! Man, kom mij verbeteren, boys! Hoe heet je? Scooby-Doo. Scooby-Doo! Hans, rustig. Oké, leg me uit, wat is er gebeurd? Waarom is een van onze mannen geschoten? Ja man, kijk, het is Tony. Tony had. Ik hoor twijfel, Scooby! Ja, sorry. Moet je nog een paar klappen? Nee. Dat is wel die klappen dat ik even twijfel, man. Je hebt me goed gedaan. Hey, collega, okay. Ik denk dat we eentje gewoon dood moeten slaan. Nee, nog niet. Nog meer. Oh, man, slaap. Maar, oké. Laat hem uitpraten, jongens. Sorry, Scooby. Ja, ik ga praten. Dus, ik was er misschien niet bij, maar meestal heeft Tony opdrachten. Maar onze gang is een beetje uit elkaar gevallen. Er zijn een paar mensen van onze gang geschoten geweest. Dus misschien zijn er mensen die geliefd zijn. Oké, hoe moet ik het zeggen? Dus jullie gang is een beetje uit elkaar? Ja, het is een beetje uit elkaar gevallen. Ik denk dat het nu veel meer, nog meer uit elkaar gaat vallen, man. Ja, man. Snap ik. Snap ik, jongens. Haal die zakdoek van je gezicht af. En jij ook. Ja, is goed, man. Jij ook, je zakdoek van je gezicht. Het is uit elkaar gevallen, maar jullie dragen de paas nog met trots. Jullie dragen allemaal nog vieze steekpaars. Oh, wow. Wat zeg je? Wow, tegen mijn broer. Wat? Wat gaat hij doen, Hans? Wacht. Nog niet schieten. Als je in een gang zit, moet je toch trouw blijven, man. Luister, Ginger, luister. Wie van jouw mannen zijn nog meer in de stad? Op dit moment, ik denk dat wij de enigste zijn. Jullie zijn de enigste. En de laatste. Ja, we gaan met je fucking hoofd tegen die muur staan. Allemaal met hoofd tegen de muur, man. Ik ben uitgepraat, man. Hey, luister dan. Hey, wacht. Laten we even een keuze maken. Wie wil blazen? We willen voor jou werken, man. We willen voor jou werken. Voor ons werken? Voor ons leven. Wacht. Jullie... We gaan niks alles hebben. Voor ons leven, man. Wacht, ik heb iets. Wacht even, 2 seconden. Mag allemaal weer even omdraaien. Allemaal omdraaien. Oké, stel je voor, één van jullie moet eraf. Wie wijst hij aan, Scooby? Wie wijst hij aan? Wie zou eraf moeten? Die man met de pul. Wat? Die? Wauw. Wauw, jullie zijn niet gangwaardig, man. Omdraaien. Weet je wat we gaan doen? Laten we met elkaar vechten, Peter. Uitvechten. Gaan we uitvechten. Ga uitvechten. Ik wil... Wie gaan we laten vechten? Wie was het? Oh, hij begint al. Jullie twee tegen elkaar. Jij? Ja, begin maar. Hier blijven staan. Oh. Oh. Wat die, ik ga jou... Nee, rustig. Geef ze de ruimte. Oh, en dit zijn maten van elkaar. Stel je voor, boys, dat wij dit ooit zouden doen. Maar, allemaal, dit zijn boeren. En ze willen voor ons werken. Ze kunnen niet eens met elkaar werken. Wat is dit nou? Hey, luister, Peter. Ik stel voor, we leggen ze allemaal gewoon op de knieën neer. Maar we schieten ze helemaal vol. Ja, ik ben ook dan. Hey, heren. Stoppen, nokken. Stoppen! Nokken. Oh, hij snapt het niet. Jongens, ga mij allemaal niet neer. Wacht, mij nog één voorstel doen. Wat voor voorstel wil je doen? Hoe belangrijk was die persoon die is afgeknald? Hoeveel is die waard voor u? Wow, jullie snappen het niet. Laat mij praten! Wow, als iemand in onze gang zit, dan is het family! Hoe bedoel je, hoeveel is die persoon waard voor ons? Jongen, ik wil deze man eraf halen. Scooby-Doo, jij gaat eraf. Kom, allemaal knieën. Luister, jij ook aan blonde, jij ook aan kale. Nu ook kale. Oké, laat... Op je fucking knieën even, niet wachten, op je knieën. Nee, niet, bro. Ik word altijd zo bang voor deze gozer. Snap je wel, omdat ik hem niet gestopt hoor. Oké, boys, kies mij, wie willen jullie? Ik heb... Welke blondje heb jij, linker of rechter? Linker. Ik heb die middelste, naast rood. Hij wees gelijk iemand aan, hoor. Gelijk de eerste snitch. Peter, aan jou ook al, neef. Mijn knieën dus weer. Oh, er gaat nog meer zeer doen. Zijn jullie ready, boys? Ik ga aftellen, goed? Ik ga aftellen. Ik hou van jullie broers. Ik ga aftellen. In 3, 2, 1. Boys, rijden. Wow. Rijden, boys. Rijden. Idee, Loesoe. Iedereen gaat Loesoe. NS ook safe. Waarom NS ook safe is? Ja, NS is ook safe, man. Alright. Oh, jongens. Voorbij hier. Lekker man, geen grap, purple game.
Er is niks meer van zoveel. Helemaal niks meer, jongen. Helemaal niks meer. Wacht, worden we niet achtervolgd? Nee, hè? Nee, het zijn onze Allright, boys. We hebben het even mooi afgehandeld. Ik ben trots op jullie, man. Nee, wij zijn safe. Hij komt naar de vergaderlijn, of noem je dat, die kantoor. Ik ken Peter City hier al, bij die kluis. Allright, boys. Goedemiddag, man. Waar is de rest? Kom er dan. Ik wil even zeggen, ik ben fucking trots op ons, man. We hebben volgens mij een hele gang gewoon zo wat uitgemurderd, man. No cap. Oh, de NS, jij ook sowieso bedankt, man. Vriend van de club, man. Jeetje toch? Shout-out naar jullie. Bro, NS, ik wil nooit met jouw gang bemoeien. Maar mocht je ooit Get Back Gang zat zijn, er is altijd een plek hier. Alleen dat, nee, jeetje toch? Kijk, ik ben geen switcher. Toch, maar je weet nooit wat er gebeurt. Ik zeg alleen, mocht die dag daar zijn, stel je voor, joh, je gang wordt uitgemoord. Snap je? Het kan gebeuren. Dan heb je hier altijd gewoon een plekje. Accepteer hem gewoon, man. Ik waardeer je offer. Ja, toch? Lekker, man. Maar boys, ja, man. Paars bestaat niet meer, man. Dat was er wel eentje. Oh, dus ze zijn eraf, man. Wouden ze nog voor ons werken? En dan zeggen ze van, Lijf. Bring even vechten met elkaar als kleine doggoetjes, man, die ja, in het nauw zijn. Oh, zeg dat de eentje daarna nog zegt, hey, broeders, ik hou van jullie. Ja, joh. Terwijl zijn broeders hem genijd hebben. Ja. Boys, ik ga even lekker een bad nemen, man. Ik weet niet wat jullie gaan doen. Ik ga ervan door, man. Ik ga naar huis. Hey, boys. Heerlijk. Heerlijk.